Ja, 2 weken geleden heb ik met het gezinnetje naar Sparta van Go Eagles gegaan. Ja, ja, dat is leuk, hè? Helemaal happy. Ja. Ze hebben gewonnen, dus dat is ook mooi. Dat is ook leuk. Ja. Ja, dat gaat natuurlijk bij jou ook aan het hart dat het nu even wat minder draait natuurlijk. Ja, het is vervelend. Kijk, de clubs komen en gaan. Alleen ik vind wel dat bepaalde clubs in de Eredivisie horen te zitten. Ja, maar dat is ook met de geschiedenis natuurlijk. Ja, Sparta, ja, het oudste club van, ja, van Nederland. Heeft en voor jou de mooiste natuurlijk? Nou, niet de mooiste. Kijk, ik vind het gewoon, het heeft een speciale plek in mijn hart, omdat ik daar mijn jeugdopleiding heb gehad en ik heb mooie jaren daarmee gemaakt. Ja. Dus dat hou ik altijd, daar hecht ik heel veel waarde. Ja. Niet bewegen, wel bewegen, afzien, huilen, lachen, hijgen, diep, dieper en nog dieper gaan. Alles om dat doel te bereiken. Maar waar haal je de motivatie vandaan? Ik haal het voor een deel uit bijzondere verhalen van sporters. In Jago Ontdekt deel ik die verhalen met jullie. Dus kijk, luister en laat je inspireren om gelukkiger en gezonder te worden. Hey, ik ga de kijkers natuurlijk ook jou even introduceren, want ja? We zijn natuurlijk al een stukje onderweg. Yes. Maar het is natuurlijk leuk dat ze weten wie er zit. Nou, Ivan, Rudan. Correct. Diego? Ja, Diego. Hablo español? Ja. No. natuurlijk profvoetballer geweest. Vitesse ben je natuurlijk, je eerste contract heb je daar volgens mij getekend. Ja. Toen ben je naar Sparta gegaan. Nee, van Sparta naar Vitesse. Sparta naar Vitesse. En toen heb je een hele serie aan clubs. RBC heb je gehad, RBC Roosendaal. Misschien niet in die volgorde, maar Cardiff City heb je gehad. Dus je bent echt... Ja, gepokt en gemadeld in het voetbal. Ja, ik heb aardig wat dingen meegemaakt in het voetballen. Ja. En gelukkig 14 jaar lang mee mogen maken. Ik heb mijn droom kunnen beleven. Ja. Dat vond ik het belangrijkste. Mm-hmm. Ik zei al, denk ik, op hele jonge leeftijd dat ik, toen ik de bal aanraakte, was ik eigenlijk verkocht. Ja. En dan gaat alles voor voetbal. En ik was niet eens goed in voetballen. En mensen zullen later ook hebben gezegd van, nou, ik kan er nog steeds niks van. Maar dat doet me niet. Ik heb het maar je hebt het wel gehaald. Ja, maar dat vond ik voor mij het belangrijkste. Ja. Kijk, ik ben wel van de generatie waarbij mentaliteit het belangrijkste is. Ja. En dat heeft me ook best wel ver gebracht. Ja. Dus ik ben daar heel trots op. En dat ik ook dat, zeg maar, als aspect of als talent had. Ja. En niet dat ik heel talentvol was en geen mentaliteit. Nee. Ja, dat is een mooie eigenschap die je dan meedraagt. Gewoon tijdens je carrière, maar nu ook nog. Ja, steeds. Maar dit is ook waarom hoe ik mijn werk nu doe. Ja. En hoe mensen dat probeer bij te brengen, weet je wel. Het gewoon het duidelijk je passie voorop. Ja. Weet je? En dat is voor ieder. Voor ieder heeft zijn eigen passie. Zeker. En daar moet een, om een bepaald doel te bereiken of een resultaat te behalen, moet je strijd leveren. Dus je moet gaan wikkelen. Je moet laten zien dat je de tijd en moeite ervoor in wil zetten. Ja. En vervolgens, dan ga je er plezier van beleven. Ja, ja. Even helemaal terug naar jouw jeugd. Hè? Ja. Jij bent natuurlijk op een gegeven moment begonnen met voetballen. Waar was dat? Weet je dat nog? Ja, tuurlijk. Germinal. Ja. Dat was mijn eerste clubje in Overschie. Ja. Kleiweg. Ja, als eerste jongetje. Ik weet nog dat ik een keer met mijn beste maat ben ik naar Sparta overdag gegaan. Had een training. Ja. Mocht meedoen. Ja, ja. Ik zat in groep 5 of 6. Ja. Basisschool. Hij zat al bij Sparta. En kon goed voetballen. Ik kon helemaal niks. Maar ik vond het niks. Huilen. Mama, ik wil weg. Dus mijn moeder kwam me van het veld afhalen. Wegwezen. En toen zat ik op karate. Ja. Dus ik heb heel lang karate gedaan. Tot aan bruine band 2 strepen. Ja. En... ik denk dat ik 11 was of zo, 12. Ging ik toch weer kriebelen? Weer die bal kwam en verkocht. En toen was het wel. Ja. Ik denk dat het een beetje met de biologische leeftijd te maken had. Dat ik dan toch echt zag van wat ik leuk vond. Ja. En karate trok me niet meer. Weet je wel, die kung fu films waren ook niet meer wat het waren. Weet je? Nee. Dus toen was ik opeens met de bal bezig. En eigenlijk onafzijdelijk met de bal. Ook in de klasse, ook in de gangen, middelbare school liep ik zo met de bal. Geen oog voor vrouwtjes, meisjes, niks. Nee. Zeiden dat ik gay was. Ik zeg, ja, so be it. Ik zeg, ik heb later tijd voor jullie als ik mijn doel heb bereikt. Ja, tuurlijk. Dus het was echt voor mij in mijn hoofd al gewoon echt de stappenplan. Een drive. Eerst gewoon mijn doel bereiken. Ja. Dan kijken naar feestjes, uitgaan, vriendinnetjes, noem het maar op. Ja. En tuurlijk, je hebt altijd wel een puppy love, weet je wel. Dat was wel iemand, weet je, dat je zegt van, oké, steunt je in zo'n hoedanigheid. Ja. Ja, dat was op een gegeven moment ook heel kort en kort af. En dat was alleen maar weer voetbal. Dus eigenlijk bestond je hele leven vanaf toen je 11 werd?
Ja, 11, 12 zo voetballen. Dan is het tot, tot de nacht buiten op het pleintje, uren maken. Lampen aan naar binnen. Nee, nee, nee. Gewoon, mijn moeder moest me van het veld afkomen halen aan mijn oren. Ja. Nu naar binnen. Ja. Maar het één ding wat ik wel deed, was altijd na school gelijk naar huis. Huiswerk maken. Ja, belangrijk. Op HAVO, dus op HAVO en dan moest ik gelijk naar HAVO. Mijn ouders zeiden altijd één ding. Ja. Als je eerst je, je huiswerk doet, je diploma, goede cijfers, dan mag je voetballen, sporten. Want dat heb je ook gewoon afgerond, zeg maar. Ja. HAVO heb je, dus je hebt gewoon een diploma. Maar je hebt een diploma. Ja, en dat ik ben is belangrijk. Gelijk, gelijk gestopt. Ik zei ook tegen mijn ouders, ik heb nu mijn papier. Ik ga me nu focussen op sporten. Ja. Als het niet lukt, dan ga ik het weer oppakken. Maar ik wil nu sporten. Was je een makkelijke leerling op school? Best wel. Ik had je kon, goed in talen. Okay. Ik was goed in talen. Ik praat Spaans. Best wel, Spaans kan ik wel wat. Poco. Dus ik kan me wel, denk ik wel verstaanbaar maken. En ik leer het best wel snel. Nou, tijdens voetbalcarrière heel veel voetballers om me heen gehad. Ja, van Brazilië, Spanje, noem het maar op. Duits. Ja. Dus ja, de basis talen die ken ik wel. Frans. Weet je wel? Dat vind ik gewoon leuk. En, toch onbewust krijg je dat mee? Nou, ik denk gewoon vanaf de schooltijden al. Ja. Wist ik van, nou, ik vind de talen wel leuk. Ik was rekening. Niet zo echt wiskunde vond ik niet zo. Ik ook niet. Maar ik had wel... Dus wiskunde A was niet zo goed bij mij. Nee. Maar economie was wel weer goed. Ja. Dus het was wikken en wegen. En later heb ik wiskunde gelukkig kunnen laten vallen. Ja. Anders had ik het niet gehaald. Nee. Maar geschiedenis, gewoon de standaard dingen. Geschiedenis, biologie, vier talen. En dan dacht nog één vak. En dat was het. Ja. Dus was ik een vis in het water. Ja, lachen man. Ja. Hey, we gaan even terug naar het moment, want dat is natuurlijk best wel een. Daar heb je allemaal hard voor geknokt, hè, die tijd. Dat je bij Sparta terecht kwam. Ja. En dan krijg je van Iwan, we gaan jou een contract aanbieden. Nog niet bij Sparta? Nee, bij Vitesse. Vitesse teken je eerst een contract. Ja, je bedoelt de opbouw. Ja, de opbouw. De opbouw. Ja. Vandaar, ik weet dat ik nog bij Sparta. Ik zat eerst vanuit Germinal ging naar Neptunus, weet ik nog. Dat was een andere amateurclub in Rotterdam. Ja. En die speelde best wel heel veel culturen. We zaten daar. Ja. En we hadden best wel een goed team. Echt een goed team. En we speelden een keertje tegen Sparta C2. Ja. En... was een oefenwedstrijd en we wonnen 4-0. Ja. En ik scoorde 4 keer. Maar ja, ik kende best wel veel jongens die bij Sparta speelden. Ja. Dus ik zei ook tegen ze na de wedstrijd, hey, hoe word ik gescout door Sparta? Want toen in die tijd was scouten echt een dingetje. Hey, hoe word je gescout? Scouten dit man. En een vriend van me die zei van, hey, ja, dat is de scout, die moet je hebben. Mm-hmm. Dus ik sprintte naar die man. Ja. En ik was altijd heel verlegen, introvert. En ik rende gewoon naar die man en ik vroeg, meneer, stelde ik me voor en toen zei ik tegen hem van, hoe word je door Sparta gescout? Ja. En ik weet nog precies, het was Luc Balkenstein. En hij zei op zo'n zachte manier, zei hij van, daar hoef jij je niet druk om te maken. Okay. En een jaar daarna zat ik bij Sparta. Ja, dat is wel vleugels. Geef je vleugels als een man dat zegt tegen je. Ja, maar... Bevestiging? Ja, want in die tijd, je bent nog jong. Ja, ja. Je scoort dan wel 4 keer, maar je weet niet wat de waarde is van voetbal nog. Nee, je weet niet wat voor overpower het heeft en je weet niet wat voor impact het heeft voor jezelf nog, wat dat voor je leven kan betekenen. Ja. En pas toen die meneer me dus zei van, nou, daar hoef je je niet druk om te maken. Nou, daar heb je nog steeds niks. Nee. Want ja, je zit nog steeds bij Neptunus. Ja, ja. En je hoopt natuurlijk ook met je vrienden te gaan voetballen bij Sparta. Maar op een gegeven moment was het echt zo van, ja, dan krijg je toch die brief. De uitnodiging. Ja. Mijn ouders ook. En toen zeiden ze ook, wat wil je doen? Ik zei, ik wil de stap maken naar Sparta C. Ja. En heb het eigenlijk gewoon gedaan. En het jaar daarna weer topscorer bij Sparta geworden. Ja. Top 6 wedstrijden gespeeld. Eigenlijk een beetje naam voor jezelf maken. Ja. Maar wat er wel grappig was, is dat ik, ondanks dat ik topscorer was, altijd de vraag stelde van, ga ik door naar de volgende team? Ja. Kom ik in het hoogste team? Elk jaar. Dat was gewoon nerveus? Ja, nerveus. Misschien een beetje, ja, hoe moet ik het zeggen? Onzeker. Ja. Ja, of je wel goed was. Of ja, je... ja, dus de bevestiging echt zoeken bij de club van hey, ja, dat is bijzonder. Ja. Maar toch ga ik door naar het eerste team. Want heel veel jongens praten erover. Ja, van ja, ik ga niet naar het eerste. Ik ga naar de B2. Ja. Of naar de B1. En als eerstejaars was het meestal zo dat je naar de B2 moest. Ja, ja, B1 is het paradepaardje. En dan hoop je natuurlijk dat je van C1 direct door mag naar de B1. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Mocht ik gelijk door. Ja. B1, boom. Gelijk ook gewoon weer
aan het scoren geblazen. Ja. Topscorer, mooie wedstrijden gespeeld. Ja. Onverslagen kampioen geworden. Ja, mooi. En eigenlijk daar is een beetje die... drijf. Nou, niet eens de drijf, maar meer de naam gekomen. Ja. Ja, van, hey, je wordt toch een beetje als talent gezien. Ja. Mensen van de club gaan je volgen. Ja. Hoe je het doet op school, hoe je daar doet, hoe je bent als persoon. Nou, ik weet nog dat een trainer destijds zei, je bent heel introvert, ook naar de wedstrijden toe, maar ook naar mijn medespelers. Mm-hmm. En dat hij zei, je moet wel iets aan je sociale vaardigheden gaan doen. Want ik zat altijd gewoon in de bus, koptelefoon op. Ja, je was man. En focus. Tunnelvisie, zo. Tunnelvisie. Ja. En helemaal geen wat er om me heen gebeurde, boeide me niet. Nee. Ik wilde alleen voetballen, maar daardoor, ik was niet aanspreekbaar. Nee. Op het veld alleen. Ja. En ik merkte later ook wel wat hij bedoelde. Is gewoon dat je toch ook met je team, je moet toch een band hebben. Ja. En weet ook wie naast je staat en wat hij doet. Wie zijn zijn broers en zussen, we noemen het maar op. Ja. Ja. En dat het ook als persoon je kan laten groeien. Ja, zeker. Nou, dat heb ik later kunnen leren. Ondervinden. Ja. Dat is wel leuk. En je gaat dan de jeugd door, hè, bij Sparta. En dan op een gegeven moment kom je op een tweesplitsing, denk ik. Sparta of Vitesse. Ja. Hoe kwam dat over voor jou, dat je naar Vitesse moest verhuizen? Dat was best wel heftig. Ja, er zit een hele voorgeschiedenis aan. Ja, dat kan ik me voorstellen. En niet iedereen ziet dat of weet dat. Maar in die periode was dat we dus onverslagen kampioen werden. Dus we mochten de nationale kampioenschappen gaan spelen tegen Ajax. Ja. Halverwege of driekwart dat seizoen ben ik naar de A1 doorgeschoven. Omdat ik dus, zij liepen niet echt best. En wij waren al veilig met de B. Ja. Nou, en ik naar de A1 werd ook topscorer in dat jaar bij de A1. Ja. Dus ik was op twee vlakken in één jaar topscorer. En wel gedegradeerd met de A1, helaas. En het jaar daarna zou ik dus naar de A gaan. Ja. Maar toen kwam het mooie moment, kampioenschap tegen Ajax in Tilburg. Maar in heel die voorgeschiedenis was er ook nog gesproken dat mijn trainer van de B naar Vitesse zou gaan. Hij zou niet het seizoen afmaken. Dan zou hij weggaan naar de Vitesse. Samen met de jeugdcoördinator. En toen dat dus naar buiten kwam, is hij op staande voet ontslagen. Toen kwam een andere trainer, Adrie van Tichelen. Ja. Nou, iedereen keek er naar hem op. Weet je, EK gewonnen, alles. Top. Maar ik weet het niet wat het was. Maar ik denk dat Adrie niet meer... ik weet niet of hij me mocht of wat dan ook. Maar Mike Snoei, mijn oude trainer, die had al geregeld met Ajax... dispensatie, hij heeft al meer dan 11 wedstrijden gespeeld in de A1, mag hij nog met de B meespelen? Ja. Nou, Ajax zegt, is goed, geen probleem, kom maar met je sterkste opstelling. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Nou, Mike Snoei ontslagen, heeft niks meer te zeggen. Ik kom bij de club, ik wil trainen met de B. Ja. En die trainer zegt letterlijk gewoon, dat heb je niet nodig. Hai. En dat was wel hard, want dan zit je daar in de Westen, in Tilburg, met je vader, om het team te steunen. Ja. En denk ook dat je ook mede hebt geholpen aan dat aan de doelstelling. Ja, tuurlijk. En dan moet je nagaan, je bent dan 14, 15. 14 denk ik zo. Ja. En dat de trainer dat gewoon dan zo tegen je zegt. Ja. Eigenlijk een trainer ook waar je naar opkijkt. En de manier hoe hij dat deed, was niet echt humane. Nee. Weet je, dat ik dacht van zo ga je niet met jongens om. Nee. Zeker niet die gewoon bij het teamproces horen. En ze hebben die wedstrijd verloren, 2-1 of 2-0, ik weet het niet. Dus ik baalde ook sowieso. Maar het is er gewoon ook een moment dat wordt afgenomen waar je voor hebt gewerkt. Ja. Misschien hadden we wel een kampioenschap kunnen hebben. Ja. Nou, zit toch weer in je prijzenkast. Ja. En dat ik daarna de wedstrijd ook naar beneden ga. Ik krijg geen medaille, krijg niks. Wordt er niet bijgenomen. Ja, toen was het voor mij echt zo van, zo ga je niet met de mensen. Nee, maar dat is ook wel pijnlijk hoor. Hey. En later hoorde ik dus dat mijn trainer die naar Vitesse ging, interesse had in mij ook. En in nog een speler van mijn team. En eigenlijk toen was het zo van gesprek met Karel Albers. Sparta wilde me in principe ook behouden. Dus ik had, ik weet dat met jongens die in een team hoger speelden in de A1 dus. Die zouden allemaal naar het eerste gaan. Of meegaan trainen met de eerste. Kregen ook contracten. Ja. En ik hoorde dat Sparta me ook een contract wilde aanbieden. Ja. Dus ik had ook gewoon oren. Ik zei tegen mijn manager van oké, laten we even luisteren. En je werd al begeleid in die tijd. Ik werd al begeleid. En toen kreeg ik een A4'tje gewoon. Ja, geen logo, niks. Krijg een A4'tje, gewoon zo van... Hup. Geschreven ook nog. Nee, dat niet. Wel getypt. Wel getypt. Dus die moeite altijd wel genomen. Ja, dat wel. Maar geen logo. Maar ze weten niet. Je praat onderling met elkaar. Je maatje, je mattie. Ja, ik heb contract. Die laat het een beetje zien, weet je. Ja. Logo erop, mooi gelamineerd, alles. En dan denk je, oké, wat is dit dan?
Ja, dus mijn manager zei ook van ja, dit is een beetje amateuristisch. Ja. En toen zei ik eigenlijk van alleen boeit me niet. Ik heb alleen één request. En dat is mijn request is, jullie hebben nu gezien, ik heb in de B gespeeld en in de A gespeeld. Ja. Als B-speler. Topscorer geworden bij de vlakken. Mag ik meetrainen alleen met het eerste? Ja. Dat is mijn enige request. Meetrainen het eerste, spelen in de A of in de beloftes. Ja. Als je me toch als talent ziet. Ja. Waarom? Op die manier zou ik heel snel kunnen ontwikkelen. Ja, en dat was mijn enige doel. Ja. Ontwikkelen. Beter worden. Ja, sneller. Beter worden. En dat ging erin. Ging er niet in. Nee. Ja, en toen kwam Vitesse met een heel duidelijk plan hoe ze me zagen en wat dan ook. Na een goed gesprek met Karel Albers gehad en mijn ouders en met Leo Beenhakker. Ja, en eigenlijk was het gelijk klaar. En natuurlijk mijn trainer die ik al had bij de B. Ja. Die was daar, dus ik kon hem gewoon volgen eigenlijk. Ja, ja. Want daar, hoe lang heb je daar gezeten? 4 jaar. 4 jaar? Ja. En daar heb je best wel wat wedstrijdjes mogen spelen. Ja. Mooie dingen meegemaakt, denk ik. Kampioenschap meegemaakt met de A1. Ja, dat zijn mooie dingen. Dus het jaar daarna gelijk. Nou, dat jaar daarna werd ik trouwens even tegengehouden. Heb ik een kruisbandblessure gehad. Ja. Dus dat was mijn eerste jaar bij Vitesse. Was je blessure gevoelig? Nee, nooit. Nooit. Dit was echt mijn eerste grote blessure. En dat was weer. Ik heb 2 keer een kruisband gehad. En 2 keer door een trauma. Dus echt door botsing, collisions, neerkomen. Knie niet goed stabiel. Ja. En dat was voor het eerst op mijn 16e. Ja. En hoe lang ben je er dan? De eerste keer was ik 9 maanden eruit. Ja. Dus echt het hele seizoen gelijk klaar. Dat was de 5e wedstrijd. Ja. Weer nog gekregen steekpas van Theo Jansen. Aanname richting. Ik had al 2 goals gemaakt tegen Volendam. Ik weet het niet. Uit. En ik was topscorer met 5 goals. Alleen de rest kwam Dat was klaar. Hai. Dat is pijnlijk. Ja. Dat is heel pijnlijk. Dan moet je naar je team gaan kijken. Alles mentaal moet je weer meemaken. En, ja, dan ben je er wel bij, maar eigenlijk ook weer niet. Nee, je bent je zit helemaal op jezelf. En, gelukkig Vitesse die steunt je dan met de revalidatie op Papendal en een CNSF-gebouw. Ja. Ik had een hele goede fysiotherapeut, Robert van Simmel. Ja, die heeft me echt gebroken, jongen. Die heeft me gebroken, maar ook weer echt opgebouwd als een beest. Ja. En toen pas eigenlijk kreeg ik op dat moment het besef van hoe belangrijk het is, ook al fysiek, goed in orde te zitten, maar voornamelijk het mentale vlak. Ja, ja. Want als je als een jong gast hier opeens niet meer kan doen waar je van je houdt, ja, dat komt er wel hard in, weet je. Ja, ja. Hey, en dan ben je bij Vitesse. Daar speel je dan een aantal wedstrijden in de jeugd dan aan. En dan, je groeit natuurlijk op een gegeven moment. En op een gegeven moment denk je van ja, ik voel me wel klaar voor het grote werk. Ik wil gewoon mijn debuut gaan maken. Is die ooit gekomen bij Vitesse? Er is 1 keer een debuut gekomen, ja. Maar in de oefenwedstrijd. In de oefenwedstrijd. Ja, ik tel hem wel mee. Ja, ja, tuurlijk. Maar die mag je allemaal meten. Ja, je bent toch ingevallen? Of, ingevallen. Okay. Dus dat tel ik wel mee. En, maar daarna niet meer. Het was ook wel best wel een aparte situatie toen. Ja. Ja, ik blijf het zeggen. Het was een van mijn handelsmerken. Ik was topscorer ook weer in de A1. Ja. En daarna ging ik naar de beloftes. Ja. Met Matthew Amoah. Ja. En daar ging het ook gewoon goed. Ik kwam aan mijn goaltjes, alles. Ja. En toen raakte ik, dacht ik van Hooijdonk of Machlas geblesseerd bij het eerste. Ja. Dus ik zat er al dichtbij. Alleen ja, toen haalden ze een spits van de A1 die me mee mocht trainen. Ja, toen dacht ik ook van, wat is dit? Ja. En later hoorde ik ook dat de scout, de man die daarover gaat, dat was iemand die de jongen had gehaald uit België. Ja. Dus die wilde hem pushen. Ja. En ik niet. Ja. En dan moet je toch weer uitwijken. Dan moet je uitwijken en dan moet je niet gaan zielen gaan doen. Dan moet je gewoon weer de draad oppakken. Draad oppakken, kijken wat je gaat doen. Ja. Stap je misschien terug om weer 2 stappen vooruit te pakken. Ja. Dat zijn wel mooie anekdotes. Want ja, je gaat dan gesprek aan met je manager. Wat gaan we doen? Hij komt dan met de optie. RBC, Toto Divisie, eerste team gelijk. Ja. Dus ik maakte dan wel gelijk een stap. Alleen niet op het hoogste niveau. Nee. Maar voor mij was het sowieso een stap naar voren. Ja. Want ik zit al in de beloftes. Ja. En van beloftes enig hoger. Dus een eerste team, elders die al speelt. Dan kwam ik bij RBC, goed opgevangen. Kende 2 jongens al uit de buurt van Rotterdam. Zal altijd lekker binnenkomen. Toch kom je als jonkie binnen. Dat zijn allemaal routiniers. Je moet voorstellen dat wat je nu ziet in de huidige situaties in voetbal, is niet. In die tijd was het, dan heb je 1 jonkie, 2 jonkies. De rest zijn allemaal routiniers. Ja. 28 tot en met 35 jaar. Ja. Ja. En dan moet je je bewijzen. Ja. En in het begin echt lastig gehad. Ja. Echt lastig. Want je komt als jong guppie. Kom je even tussen de grote mannen staan. Ja, moet je van goede huizen komen. En in het begin was het echt pittig en aanpoot ook op de trainingen. Ja. En fysiek sterker worden, conditioneel sterker worden. Het gaat allemaal toch een stukje sneller. Ja, ja, ja. En na een tijdje was het best wel was het leuk. Want dan kwam je aan je minuten. Je begon het niveau op te pakken. Ja.
En dan kom je ook op het punt dat je in de na-competitie dus een bepaalde stempel kon drukken. Ook weer met goals, maar ook met goed voetbal. Ja. En ik had geluk dat tegen Cambuur scoorde ik, of tegen Excelsior of tegen Cambuur. In de na-competitie scoorde ik de winnende goal. Ja. En Martin Jol en Marcel Brands, die zaten op de bank of op de tribune. Nou, gepromoveerd met RBC. Unicum, geschiedenis geschreven. Staat goed op je cv. Ja, ook ja, natuurlijk. En RBC wilde me overnemen van Vitesse. Ja. Maar ja, toen kwam via RKC met de aanbod ook. En een gesprek. En eigenlijk na dat gesprek met RKC was ik verkocht weer. Ja. En toen was ik ook weer zo van een rustige omgeving, familieclub. Ja, je ziet het nu ook. En daar voel je je wel gemakkelijk bij, familieclubs. Ja, ja, en bij RBC heb ik meer het gevoel van, oké, het was mooi. Dat was je hebt een mooi punt bereikt. Maar het was zoiets als het gevoel dat ik had, was meer van, ze gaan naar de Eredivisie. Ja. Maar, ga je daar wat bereiken? Niet eens dat, maar ik had een gevoel alsof ik daar al klaar was. Ja, ja. Het is een heel raar gevoel. Ik kan het niet helemaal goed omschrijven, maar ik had zo'n gevoel dat het alsof ik daar klaar was voor dat moment. Ja. En toen ben ik naar RKC gegaan. Ja. En daar heb je vrij lang gespeeld. Heb je 5 jaar. En dat was ook weer een mooie periode. Ook weer een vervelende periode achter de rug. Maar ik heb daar een van mijn beste jaren. Ja, want daar heb je echt heel veel wedstrijden gespeeld. Daar heb ik echt een naam ook kunnen maken voor mezelf. Jong Oranje kunnen halen, Suriprofs kunnen halen. Ja. Tweede topscorer achter Ricky Hogendorp geworden. Ja. 1 jaar zelfs eerste topscorer geworden van de club. Gewoon heel veel geleerd ook. Ja. Weet je wel, van de trainers die er waren. Nou, Martin Jol dan in dat geval. Erwin Koeman was er ook even een tijdje nog. Maar dat zijn momenten die je vormen als man, maar ook als speler. Ja, zeker. En als je dat dan allemaal gaat, terug gaat halen. Ja. Wat dat allemaal voor je heeft betekend de afgelopen jaren. Dan zie je dat je heel veel aspecten ook gewoon meeneemt nu in je doen en laten. Ja. Ook naar anderen toe. In het huidige leven. Ja. Ja, zeker. Dus dat was een mooie ervaring. En, heb je daar ook je blessure opgelopen? Ik heb daar de tweede kruisband opgelopen. Dat was na het eerste seizoen. Dat was, weer een klap in je gezicht natuurlijk. Ja, dan, als ik je achterliggende verhalen vertel, dan ga je helemaal achterover. Maar... het eerste seizoen was klaar en ik was tweede topscorer van RKC. Ja. Jong Oranje, ging goed, scoorde veel ook bij Oranje. Ik had zelfs nog in de wedstrijd naast Dirk Kuyt 4 goals gemaakt. Dus Louis van Gaal was bij Oranje echt toen destijds de bondscoach. Mark Wotter bij ons team. En ik weet nog dat ik ook nog werd opgeroepen voor het Suriprof team. Ja. En er was interesse, binnenlandse interesse. Ja. Nou, ik was 19 of zo was ik. En de mensen kennen je toch wel een beetje. Toen kwam mijn manager, had me toen destijds niet gezegd wat. Maar ik hoorde al wel wat geruchten. Ja. Dat toch in de wandel gaan. Ja, 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 ja. En ik weet nog dat het tweede jaar, mijn maatje Lamey, die ging naar PSV. Ja. En ik zei, zo, ik wil wel mijn maatje zijn. En dan hoorde je toch links en rechts een paar namen. Hey, daar zie ik bij. Dit is, dat is ook mijn droom. Ja. Patrick Kluivert was altijd mijn voorbeeld. Ja. En, mooi voorbeeld. Ja, heel mooi voorbeeld. En dat was ook een optie geweest. Ja. Ja. En dat was voor mij dan echt de ultieme prijs geweest. Als ik daar dan me zou kunnen ontwikkelen en noem het maar op. Ja, door nummer 2 in de voorbereiding niet gelukt. Ik heb net nog daarvoor had ik nog wel mijn contract opengebroken. Omdat er sprake was van. Maar helaas... Ja, pijnlijk toch wel. Dat je met één... Ja, pijnlijk aan de ene kant wel. Want sportief kom je in principe niet meer op dat niveau. Of dat plafond waar je ooit naartoe zou kunnen groeien. Ja. Lichamelijk ben je niet meer dezelfde persoon. Dus je kan niet meer hetzelfde brengen in dat optiek van... als je gewoon ongeschaad uit de strijd komt, zeg maar. Ja. En nu was het toch gewoon de doelen bijstellen. Ja. En toch mijn plafond zo hoog mogelijk plaatsen. Nee, dat was in dit geval voor mij dan Cardiff City. Ja. En daar heb je een mooie tijd, denk ik. Ook. Hele mooie tijd. Maar dat is voor mij persoonlijk. Als ik dan kan zeggen, ik heb 2 zware blessures heb ik overleefd. Ja. Ik heb aardig wat jaren op het hoogste niveau in Nederland gespeeld. Ja, zeker. Op de Eredivisie niveau. Goede dingen kunnen doen. Leuke dingen kunnen doen. Doelpunten. Goals kunnen maken. Ja. Mensen hebben me gekend. Ja. Mensen hebben zelfs shirtjes van me gewild. Weet je, dat was ook een droom. Weet je, kinderen die met mijn shirtjes gaan lopen. Ja, handtekeningen vragen, dat fotootjes. Ja.
En Cardiff City. Ik ben toch in Engeland geweest. Ja. Ik heb toch in Engeland gespeeld. Hoe lang heb je daar gespeeld? Een jaartje. Maar wel een mooi, mooi jaar. Ja. En daar is ook het besef echt gekomen van wat voetbal is. Ja. Ja. De waardering daar, de mensen daar, die heeft gewoon 1000 keer meer dan in Nederland. Ja. Hier is het toch wel een beetje afstandelijk, heb ik het hier. Ja, maar Nederlandse volk is nuchter, hè? Ja, dat is wel waar. Dat is zeker. Is nuchter, hè? Ja. Het kan altijd beter. Ja. En, goed voetbal. En daar is strijd. Ja. Daar is alleen maar strijd. Als je strijd... Ik weet nog dat ik een keer een wedstrijd heb gehad tegen West Bromwich Albion. En Glenn Lovens zat daar ook. Ja. En we hadden verloren, 2-1. En ik balen, ik denk, shit. Ja. Net van Willem 2 af. Daar ging het ook niet altijd goed. Nee. En daar was het ontvangst altijd ietsjes anders dan als je had verloren. Ja. En daar, ik liep met Glenn. Hij zei, ja, kom, we moeten even het publiek bedanken. Meegereisde supporters. Goed klappen. En ik ging kijken zo naar beneden. Ik denk, ach. Ja. En ik loop daar naar die hoek. En ik hoor opeens, we love Cardiff. Ik denk, hè? Ja. En ik zie mensen in blote lijf. Klappen. Ja. Prachtig. En ik denk, hey, oké. Okay. Ja, toen zei Glenn maar één ding. Zolang we strijden... Is er niks aan de hand. En dat is me ook bijgebleven daar. Want in Nederland is het toch anders. Ja. Het volk is gewoon verwend geweest met mooi voetbal. Ja. En dat is niet erg. Nee. Maar de support is anders. Ja, klopt. En als ik het heb over de support, dat betekent echt in good or bad times... Ja, achter je club blijven staan. Achter je club klappen en niet boeien of fluiten of dingen gooien. Nee. Ja, soms gaat het even niet beter. Nee. En dan is het ook frustrerend voor de spelers zelfs, en ook voor de staf en de mensen die allemaal bij de club zitten. Ja. Dus niet alleen voor de supporters. Nee. Want zij denken natuurlijk, ja, maar ze de winnen club. Niet, ze winnen niet, ze winnen niet. Degradatievoetbal. Ja. Maar ja, dat willen de spelers ook niet. Nee. Nee. En soms zit er gewoon niet meer in. Nee, dan is dat het plafond op dan dat moment. Op dat plafond. En dan zie je dat soms clubs even degraderen en dan weer sterk terugkomen. Ja. Dat heb je nu ook een paar keer bij Willem II gezien. Ja. Maar soms gaat het gewoon niet. En dan is het denk ik wel heel belangrijk dat altijd de supporters het echt voor als 12e man blijven fungeren. Dus daar heb je eigenlijk ook echt wat opgestoken van het Engelse publiek, van het Engelse volk. En hoe het ook aan de andere kant kan zijn. Natuurlijk. Ik heb het ook gezien als je daar op de bank zat of als tribunespeler. Ja. Zelfs de opa wil de handtekening van je. Ja, dat is iedereen herkent je. Ja. Hier in de jeugd of in de beloftes, bijna niemand kent je nog. Nee. Tenzij je in de divisie speelt. Ja, dan word je pas opgevangen. Iedereen gewoon beloftes. Hey, je bent bij de club, we steunen je. Ja. En geef me je handtekening, een shirtje, iets. Ja, belangrijk. Je bent gewoon een belangrijk schakel. Je hoort gewoon als geheel bij de club. Want daarvoor had je bij Willem II toch gezeten? Willem II, en Roda JC. Ja. Hoe waren die tijden daar zo, bij die clubs? Mooi, bij Roda sowieso ook mooi. Willem II ook een tijdje. Ja. Toch captain geweest bij Willem II. Ja. Dat was ook een mooie periode. En dat was net na het jaar dat we dus via de na-competitie toch erin zijn gebleven. Ja. Ja. Dat was ook leuk. Ja. Ik heb daar nog een hele leuke boost qua goals en prestaties kunnen maken. Met Moussa Dembele nog. Ja. Hadden ook een klein weddenschapje die ik had gewonnen. Ah, nou ja, dus, staat ook weer op je cv, toch? Nee, dat niet. Dat niet. Maar het was leuk, weet je. Ja, het is onderling. Onderling Moussa ga je elkaar stoppen. een beetje... Nou, Moussa was er altijd... Ik werd in dat jaar naar het tweede gezet. Ja. En dat was omdat de trainer destijds, Robert Maaskant, die zei dat ik mentaal en fysiek niet capabel was om profvoetbal te spelen. Oké. En dat was na zoveel jaar profvoetbal, maar boeien. Ja. Maar ik weet waardoor het kwam, was omdat ik heel de tijd ging zeiken van... ander systeem. Ja. We verliezen. Ja. Trainen. Verander iets. Ja. En ik kwam net uit een 4-4-2 systeem. En wij bij Willem II spelen ze alleen een 4-3-3. Ja. Dus ik zei altijd 4-4-2, 4-4-2, 4-4-2. Ja. Nee. En op een gegeven moment was gewoon denk ik die emmer vol. Ja, ga maar naar tweede. En dan ben ik naar tweede gezet. En ik presteerde ook niet goed hoor. Nee. Tijd. En dat systeem was voor mij nieuw. Ik scoorde dacht ik maar 6 goals in dat jaar. Dus het was niet, ook aan mijn kant, weet je, niet genoeg. Nee. Dus ook hand in eigen boezem steken. Ja. Maar ik zag gewoon van, hey, als we elke keer hetzelfde proberen en het lukt niet... Ja, dan moet je wat anders doen. Ja. Alleen daar staat het, denk ik, in de statuten dat je echt 4-3 moet spelen. En een beetje dat Ajax van het zuiden. Ja, Nederlandse school. Ja. 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 En dat was jammer, want daarna, toen Maaskant werd ontslagen... Ja. Heb ik een goed gesprek gehad met de interim trainer destijds, Kees Swammer. Ja. En die vroeg mij één ding. Ja, je hebt nu een paar maanden, nog 2 maanden zat ik in de beloftes. Zei die van, ja, ben je nog bereid om te spelen?
Ja, let's go. Ja. Jullie betalen me toch? Let's go. Ik ben voetballer in het eerste. Ja, tuurlijk. En Willem II stond er toen ook niet zo goed voor. En Moussa, die stond dus in de spits in zijn eentje. Ja. En ik weet dat hij, dacht ik, 7 of 8 goals had. Ja. En ik kwam erbij. Ik weet nog dat Swammer zei, ja, ben je ready? Ik zeg, oké, morgenavond zit je dan bij de selectie. Prima. Top. En het voordeel gelukkig was, als ik me terugzet, ja, dan kom ik weer op dat mentale vlak. Ik ging er niet met mijn petten naar gooien. Nee. Trainer van de belofte had ik een hele goede band mee. Ja. En ik scoorde mijn goaltjes in de wedstrijden bij de beloftes. Dat is tijdens jouw carrière eigenlijk ook een rode draad geweest. Gewoon bikkelen. Gewoon doorgaan. Kijk, ja. De club betaalt je toch. Dus ja. ik vind, je moet altijd blijven strijden. Ja. Weet je, en je kan niet met de petten naar gaan gooien. Nee. Want dan gooi je eigenlijk ook je eigen ramen in. Ja. Dus wat ik deed, gewoon elke dag gewoon kaart bikkelen met die jongens. Die jonge gasten bij de hand nemen. Ja. Je had spelers die nu in het Eredivisie spelen. Michael De Leeuw en zo. Bij Groningen. Die jongens zaten allemaal in de beloftes. Dus je kon allemaal met goede jongens gewoon lekker trainen. Ja. En in de wedstrijden ging het ook gewoon goed. En ik weet nog dat Marco zei, zolang jij gewoon lekker je ding blijft doen, er komt weer een moment dat je dadelijk weer in het eerst bent. Ja. Maar wees ready ervoor. Nou, dat was goed. En dat moment kwam. Swanborn zei, kom er maar bij tegen Sparta uit. Nou, gelijk een goaltje prikken. Ja. Ik zei toen tegen Moussa, ik ga je inhalen. Ja. Dat was de weddenschap. Nee, gaat je niet lukken? Ik zeg, ja, gaat me lukken. En we hadden nog 11 wedstrijden. Ja. Ja, einde van de rit. 11 goals. Ja. Na competitie. Twee keer gescoord. 13 goals. Ja, lekker. Moussa 11. Ja. Dus ik had hem gewonnen. Ik heb je dus gezegd, ik ga het doen. Ja. En het is een geluk. En eigenlijk, dat was best wel een belangrijke periode. Want mede doordat je een knop hebt kunnen omdraaien en dat je positief ingesteld was. Ja. Dat jaar daarna werd ik aanvoerder van de twee. Ja. Dus van teruggezet worden naar het belofte team. Ja. Terugkomen bij de eerste team. Goaltjes maken. Van waarde zijn voor het team. Ja. En het jaar daarop word je aanvoerder van het team. Ja, dat is mooi. Je is trots natuurlijk. Zijn om, twee is een hele balance. Weet je, is heel apart. Ja. Dus was ik heel trots op. Ja. En daarna ga je gewoon door en bikkelen. En dan maak je toch weer een stap naar Roda. Roda had me ook zien voetballen tegen Willem II. Ja. En bij Roda ook gewoon goed binnengekomen. Ja. Heel goed. Ook je ding kunnen doen. Ja, lekker. Ja. Ik heb daar een dag in 11 of 12 wedstrijden 6 goals kunnen maken. Ja, nee. Dus dat was wel leuk. Ja. En dan zeg maar naar Cardiff ben je toen gegaan. Ja. En toen, ja, dan kom je toch al een beetje. Hoe oud was je toen, Cardiff? 28, 29. Ja, dan kom je natuurlijk nog in de bloei van. Hè, wat je eigenlijk. Ja. Dat zijn de beste jaren als voetballer, meestal, hè, wordt gezegd. En dan op een gegeven moment, dan heb je nog wat clubs daarna gehad. Ja. Ja, en dan op een gegeven moment komt dat moment van, hey. Wat ga je nu doen? Wat gaan we nu doen? Ja, ik zat lekker op de bank, man. Ja. Ik zat naar mijn carrière. Op een gegeven moment heb ik ook niet de handdoek, maar gewoon gezegd van, oké, enough is enough. Ja. Voetbal was aan het innoveren. Ja. Heel veel jonge spelers kregen voorkeur op de oudere gardes. Ja. Ik weet dat in die periode heel veel oudere spelers op de bank thuis zaten. Die hadden gewoon geen club. Nee. Echt heel veel routine, heel veel ervaring. Maar de clubs kozen er gewoon voor. Jonge spelers kunnen we doorverkopen. Ja. En dat is de tendens. En je ziet die tendens nu ook. Heel veel. It's all about the money. About the money. Ja. En op een gegeven moment, ik zag het toen ik een keertje vroeg. Van, kan ik nog meetrainen bij een club waar ik al bekend was? En dat ze gewoon zeiden, die trainers zijn gewoon nee. Hoeft niet. En toen dacht ik van ja, ik ga niet blijven smeken. Nee. Weet je, voor iets wat ik heel graag wil doen. Ja. Het is graag of niet, maar ik moet ook een beetje dignity hebben, weet je wel, naar mezelf. En ook zien van, ik heb een mooie carrière gehad. Ik mag er heel trots op zijn. En ik ga waardig afsluiten. Ja. Ja. En natuurlijk wil je een waardige afscheid met gewoon een afscheidwedstrijd misschien wel bij een club waar je bent begonnen. Ja. Ja, dat zat er allemaal niet in. Nee. Dat is niet erg, maar... Wanneer was dat? 2011. Ja. En daarna blijf je toch nog stiekem trainen. Ja. Elke dag gewoon lekker je routine naar buiten trainen. Ja. Rotterdam. Veel boys volgden. Gingen meetrainen. En op een gegeven moment zit je toch thuis. Na de training zit je thuis. Je kan niet naar de club. Je hebt geen club. Nee. En dan moet je wel misschien anders, dat er toch nog een telefoontje ergens komt van je. Ja. Hey, er is toch nog een clubje die je wilt hebben. Ja. Niks geworden. En toen heb ik eigenlijk... zeg nou, oké, ik laat het even voor wat het is. Ja. Beetje gamen. Ik hou van gamen best wel. Ja. De boys.
En een beetje dingen bestellen, ditjes en datjes. Maar ja. Ja, dat is niet het leventje. Weet je. Je gaat niet je hele leven kaart werken voor iets en dan alles vergooien. En dan zitten op de bank. Ik denk dat je daar ook niet de type voor bent. Nee. Dus toen zei mijn huidige vriendin van, hey, Ayan, waarom ga je niet doen waar je goed in bent en waarvan je houdt? Ja. Nou, ik denk, waar hou ik van? Voetbal. Ja. Toen ging ik kijken van, misschien moet ik voetbaltrainer worden. Ja. Nou, toen heb ik mijn KNVB-cursus gevolgd. Nou, die heb ik, KNVB-C heb ik dan gehaald, WVC. Ja. Dus ik mocht jeugdtrainer zijn. Maar ja, toen kwam ik er ook. Ik was in die tijd ook bezig met het begeleiden van spelers, zaken, met mijn broertje. Ja. Ik heb een bedrijf opgezet, Supervision Management. En, dat bestaat dat nog steeds? Dat bestaat nog steeds. Ja. En dat ging goed. We hadden een visie, dat is gewoon jongens spelers begeleiden. Maar ook fysiek, maar ook mentaal. Maar ook nog op basis van echt het trainen van spelers. Ja, Dus op zaterdag de wedstrijd kijken. Zondag met z'n het veld op gaan om situaties te verbeteren. Ja, ja. Nou, in die combinatie die, dus met de papieren die ik had en als oud-prof, was dat een ideale combinatie. Ja, ja, zeker. Ja, en dat ging allemaal goed totdat onze jongens ouder werden. Ja. En ook in de situatie kwamen van, hey, een contractje, eerste contractje, al dat soort dingen. Ja. En ik zat toen net, ook met die KNVB-cursus, voor het tweede gedeelte, dus UEFA-B. En dat was in januari, moest ik met UEFA-B beginnen. Maar ja, de kosten daarvoor zijn, ik dacht, 3, 4k. Ja. Ja, transfermarkt is open. Ja. Dus ik moest naar Turkije. Ja. Dus ik zeg tegen die cursist, ik zeg, hey, ik moet naar Turkije. What about, kan ik later aansluiten? Hij zegt, nou, als je nu de cursus begint en je mist 2 keer, dan ben je het geld kwijt. Ik zeg, wat? Ja, dat gaan we niet doen. Geen dispensatie. Hij zegt, nee. Ik zeg, dat gaan we niet doen. Dan ga ik jullie een beetje spekken. Jullie hebben genoeg geld. Ja. Dus, dat gaan we niet doen. Toen heb ik het eigenlijk gelaten bij C. Ja. En toen hebben we de deals gedaan. We hebben heel veel leuke jonge spelers kunnen begeleiden naar buitenland en binnenland ook. Jeugdspelers ook die stappen kunnen maken. En dat was wel echt iets wat ik zei van, dit ligt me echt bij het hart. Ja. Alleen het zakelijke niet. Dus ik heb ook gezegd tegen mijn broertje, jij gaat puur het zakelijke doen. En ik, laat mij het performance gedeelte doen. Ja. En het mentale gedeelte. Ja. Dat is echt mijn kracht. En dat vind ik ook echt leuk. Dat is echt mijn passie. En dat loopt nog steeds. Ja, leuk. En dan brengen nog steeds mensen natuurlijk, zeg maar, we brengen onder clubs, begeleid je natuurlijk vanuit jouw visie. Ja. Je hebt natuurlijk de klappen van het zweepo heb je meegemaakt natuurlijk tijdens je voetbalcarrière. En dat is natuurlijk handig om over te brengen aan de jonge jeugd. Even wat anders, want je zit daar met een mooie shirt aan natuurlijk, Beyond Yourself. Hè? Dat ben je op een gegeven moment natuurlijk op een gegeven moment gaan opbouwen ergens. Ben je papieren gaan halen of ben je gewoon lekker gestart? Dat is ook altijd het beste wat je kan doen. Praktijk, gewoon heel veel praktijk. En ik heb in de jaren zoveel specialisten gezien. Ja. Fysio's, performance coaches. Natuurlijk ook alles zelf ondergaan. Wanneer was Beyond Yourself geboren? 2011. 2011. Eigenlijk iets eerder, maar officieel 2011 bij de KVK. Ja, KVK ingeschreven. En daarvoor 2009. Ja. Dus 2010, dus ik was nog in mijn voetbalcarrière. Want veel voetballers, die begeleid je daar ook natuurlijk, die hou je fit. Zowel indoor als outdoor. Hè. Ja. Je hebt een prachtig bedrijf daar, bedrijfsruimte. En daar geef je natuurlijk personal training. En dat, je kan dan toch dat stukje van wat je tijdens je voetbalcarrière hebt meegemaakt, dat kan je daar weer implementeren. Ja, ik denk dat dat ook één grootste verschil is met andere bedrijven of andere coaches die dat doen. Ja. En ik probeer me nu ook een beetje te onderscheiden van, oké, personal training wil ik me niet meer noemen. Nee. Om me echt nu echt te focussen op het performance coaching. Ja. Ja. En het liefst nog zelfs voetbal performance coaching. Ja. Omdat daar gewoon, ik vraag gewoon iets anders door nog aan. Ja. Ik heb ook gemerkt de afgelopen jaren, personal training, het is een beetje meer dat... rustige, recreatief. Het wordt wel uitdagend, maar ik zie dat heel veel mensen, je weet het zelf misschien ook, iedereen doet het nu. Ja, iedereen is personal coach. Ja. En ik ben best wel gedreven. Ja. Ik heb best wel een bepaalde tuurlijk. Passie, energie die ik meebreng voor ze. Maar ook een bepaalde expertise. Ja. En ook een bepaalde drive. En ik kan het ook allemaal nog voordoen. Ja, ja. Nou, en ik verwacht dan ook heel veel van mensen, maar ook van spelers. Ja. Want het is niet alleen de spelers, maar ook gewoon de mensen die doelen willen behalen. Komen. Ja. Ik wil niet dat ze alleen komen om te trainen. Nee. Tuurlijk, personal training leuk, maar het kan ook personal performance. Ja. Of waarom? Ik wil dat ze echt gaan
Ja. Optreden. Ik wilde echt dat ze gaan performen. Ja. Op hun best mogelijke manier. Ja. En met die ondersteuning daarvan zeg ik ook altijd van, ik geloof in jou, maar je moet ook in jezelf geloven. Plus, als ik 100 ga, dan ga jij ook. Moet jij ook 100. Punt. En dat is met mijn topsportdrive. Ja. Is het voor sommige recreanten is het een heel grote drempel. Ja. Maar ik zeg ze ook, ik begeleid je daar naartoe. Ja. Ja. Maar je moet er wel in geloven. Want ik zeg, ik geloof erin dat iedereen is als een atleet geboren. Ja. Alleen die verliezen we soms uit het oog. Ja, ja. Weet je, we gaan de dingen niet meer doen. Vroeger sprong je van hier op het bankje. Nou, je weet zelf hoeveel vrouwen, mannen dat niet eens meer durven. Nee, gaan ze huilen. Ik vind, ja, onzekerheid, angst. Ja. Nou, dat wil je weghalen. Ja. En dat kan je alleen maar weghalen door alleen maar geloof in te plannen. Ja, ja. Geloof, belief. Ja. En het doen ervan. Ja, ja. En het bij de hand nemen daarvan in dat traject. Nou, dat gaat goed. Alleen soms heb je wat clashes. En dat vind ik mooi. Ja. Dan kom je ook weer op het mentale coaching gebied. Ja. En daar ben ik me nu een beetje mee aan het focussen op. Dat er heel veel obstakels tussen de oren al weg worden genomen. Om daarna het fysieke ook nog op te pakken. Ja. Ja. Daar heb ik nu wel aardig wat leuk. Dus je doet daar een beetje een mix in eigenlijk. Ja, ik merk dat de laatste periodes doe ik best wel veel meer praten met mensen die er echt behoefte naar hebben. Ja, ja. En dan komt de trainer eigenlijk niet eens aan pas. Misschien soms doe je een paar oefeningen, maar dan ben je eerder allemaal knopjes aan het verschuiven. Ja, die barrières ben je aan het... aan het checken, de demonen aan het ontwaken en ontmaskeren. Ja. Die zij niet zien. Nee. Kijk, als jij gaat praten met iemand, dan weet je heel snel van oké, als je heel goed gaat luisteren en gaat kijken en inleven, wat er mis is. Ja, ja, weet je? En ook als die persoon open durft te zijn naar je, dan is het helemaal prettig. Want dan krijg je genoeg feedback om die sluier open te trekken. Ja, ja. En die sluier open trekken, ik doe het net als Band-Aid. Ja. Ik heb het gelijk eraf. Ja. Doet pijn. Doet pijn, maar dan is het wel het snelste. Maar dan weten ze ook gelijk wat ze aan me hebben. Ja. En dat bemoedelijke, nee, dat doe ik niet. Waarom? De maatschappij is ook niet zo. Nee, is keihard. Is keihard. Ja. Dus, en wat ik zie in mijn is, heel veel trainers doen wel dat, maar ik niet. Nee. En dat krijg je ook niet in de topsport. Nee. Je staat er of je kan er niet staan, punt. Ja. En anders staat er een andere. Ja. En zeker met vrouwen of mannen die ouder zijn, dan doe ik het helemaal. Ja. Waarom? Ze zijn een voorbeeld voor hun kinderen. Ja. En die moeten er gelijk staan. Ja, klopt. En dan heb je geen tijd om jouw obstakels, jouw... Even demonen. Rustig, even... Ja, maar ook je demonen weer de vrije ruimte te geven om dat over te gaan nemen bij je kinderen. Nee. Jouw lasten moeten niet voor je kinderen zijn. Nee. Dus want zij moeten die strijd aangaan. Ja. Je neemt dat mee natuurlijk, ook naar huis, al die negativiteit. Ja. En, dus ik ben daar wel heel fel op. Ja. Ik heb wel mijn manieren van coaching, dus dat is mijn manier van coaching. Dus het is ook niet wat je in boeken ziet of zo. Nee. Ik doe het al zo en het werkt. Ja. Zo hoe de mensen die er ook behoefte aan hebben, die kunnen er altijd gebruik van maken. Ja, zeker. Maar weet wel, het is een onorthodoxe manier. Het is geen ding waarvoor je leert of mental coaching waarvoor je leert. Dat is gewoon op basis van gewoon people management en gewoon ervaring. Ja, ja. Weet je, ik heb ook vervelende dingen meegemaakt. En het inlevingsproces, het inlevingsvermogen, dat is vind ik heel belangrijk. Ja, is ook. En dan komt het bewegen later. Ja. Ja. En je hebt natuurlijk ook je hebt zoontjes. Ja. En die voetballen. Eentje nu wel. En de anderen zijn een beetje aan het ondervinden. Ja, maar dat is leuk. Dat is leuk toch? Om dat te zien. Ze lekker doen, maar ze lekker plezier. Juist. Geef je ze dan al iets mee vanuit jouw profcarrière? De oudste wil ik wel wat meegeven, maar soms ben ik te fanatiek. Ja. Dan komt even de prof nog even boven. Ja, het is voor mij moeilijk, want kijk, voetbal is echt mijn passie. Ja. Ik hou gewoon echt van voetbal. Ja. Ik kan me midden in de nacht wakker maken voor voetbal en ik ga nog steeds in mijn bed uit. En ik weet ook wat ik in mijn leeftijd en in mijn carrière, jeugdcarrière ook heb gedaan. En om de beste te willen zijn. Ja. En dat betekent dus meer doen dan de rest. Ja. Maar dat deed ik toen al onbewust. Ja. Ik had niemand die het me zei. Maar dat kwam gewoon uit die innerlijke drive, intrinsieke motivatie. Ja. Ja. We hadden geen coaches, geen personal trainers of mental coaches of performance coaches. Ja, dan niks. Nee. Ja, je gaat dan denken, oké, we moeten opdrukken of sterker worden. Oh, dat zijn push-ups. Oh, buikspieren doen. We moeten broodjes hebben. Ja. Benen, rennen. Dus bos in. 2-3 keer per week het bos in. En dan elke keer sneller gaan met onze horloges, wat we toen nog hadden, die kleine Swatch horloges. Ja. Of gewoon de klok, die hangt daar zo op de straat. Dat je kijkt, oké, het is nu 5:30, we moeten dan binnen zijn en rennen. Kom op, net niet gaan, weet je wel.
Dus al die middelen die ze nu hebben om te ontwikkelen, dat die niet altijd worden aangenomen om zichzelf te verbeteren. Of als ze dat willen doen. Ja. Telefoontjes, gamen, ja. PlayStation, ja. Binnenzitten, ja. Pleintjes. Ja. Weet ik al niet meer. Ik was dag en nacht op een pleintje. Ja. En ik had laatst een berekening gemaakt met een maat van me. Die had het over de trainingsuren die zijn zoontje maakte. Ja. Bij zijn club. En een vergelijking wat ik deed met de trainingsuren van een kindje van dezelfde leeftijd bij Ajax bijvoorbeeld. Ja. Ja, daar zitten ze 300 uur eronder. En dan zie je dus het verschil. Ja. Van, oké, Ajax, ja. 300 uur extra. Dus ja. Bovenop de normale reguliere training wat zij doen. Dat is zoveel. Ja. En doe dat zoveel jaren. Ja. Kom je niet aan. Dat is bijzonder. En vroeger konden wij dat, denk ik, compenseren door middel van urenlang buiten te zijn. Ja, hier. Half twee uur uit van school. Ja. Uurtje, half uurtje huiswerk maken. Ja. Boom, pleintje op tot en met 8 uur, 9 uur. Lekker voetballen. 6 uur per dag, 5 uur per dag. Ja. Al die uren bij elkaar. Ja, dan kom je aan ook die zoveel concurrentie nu tegenwoordig voor die jeugd. Ja, dat is maar echt niet normaal. Ik zie het zo van, ze doen allemaal hetzelfde. Ja. Ze game, zitten op telefoontjes. Ja. Ze doen dit. En natuurlijk zitten er een paar prijswinners bij die alleen maar met hun voetbal of alleen maar met hun karate of met een thai-box of zo bezig zijn. Ja. Of met schaatsen of wat dan ook. Ja, en die zijn net even van andere... Ja, kaliber. Ja, kaliber. Ja. Of die hebben net even die andere drive en intrinsieke motivatie. En die kunnen ook dingen achterwege laten. Ja. Telefoontje weg. Ja. PlayStation niet in huis of zo. Weet je. Kleine dingen. Maar die willen het ook niet. Ja, ik leer mijn zoontje, die is nu 5, 6. Ga gewoon lekker buiten spelen. Ja. Ga ontdekken. En val je, sta dan weer op. Ja. Dat hoort bij het leven. Dat hebben wij ook meegemaakt. Vallen en opstaan. En ga gewoon lekker ontdekken. Klopt. Wil je niet voetballen, ga je hockeyen. Doe iets waar je gelukkig mee. Doe iets voor jou. Ja? Dat doe ik ook. Ja. De kleinste van mij, gelukkig de twee kleinste zijn. Tenminste, wel zo. Ja. We willen naar buiten, insectjes zoeken. Nou, die dingen, ja, heerlijk. Weet ik zo. Heerlijk. En die potjes en zo. En mag je volgende week nog naar de kinderboerderij? Ja, volgende week naar de kinderboerderij met hem. Het zijn wel belangrijke dingen. Als vader. Maar daarom, moet je erbij zijn. Zei ik je van, gelijk van ja. Vandaag doen. Want belangrijke zaken aan de andere kant. Dus, en gisteren waren ze met z'n drieën lekker buiten voor de deur aan het voetballen. De oudste met die twee broertjes van hem. Ja. Lekker voetballen. Heerlijk. Heerlijk. Ja, en dan vind ik het ideaal ook voor mij om dan even naar buiten te gaan en ook even mee te doen. Ja. Niks gedwongen, gewoon lekker plezier. Kleinste loopt met zo'n touwtje, zo'n bal aan het touwtje loopt hij zo door het huis. Ja, lekker man. Om de boel. Ja, heerlijk. Hey, nog één dingetje. Ben jij zelf nu op dit moment, ben je gelukkig? Ja. Heb je alles wat je hebt, wat je hartje begeert? Ja. Gezondheid. Dat is het belangrijkste. Ik heb een gezond gezin. Ja. Ik heb mooie, lieve kinderen. Ik heb een lieve, mooie vrouw. Ja, mooie zaak. Mooie zaak, zeker, zeker. Niet vergeten. Maar ja, ik zeg altijd family first. Ja. En mijn ouders zijn gezond, weet je, dus mijn familie, de mensen om me heen waarvan ik hou, broers, zussen. Ja, mooi man, mooi. En de mensen waarmee ik werk, die zijn leuk, zijn plezierig. De klanten waarmee ik werk zijn plezierig. Die brengen me ook elke dag energie. Ja. Ja, want op een gegeven moment zie je ze vaker soms dan je eigen zin. Ja, ik ken het. Dus, en dan zeg je, hey, ben je er weer? Ik zie je vaker dan... daarom. Ja. Dus die geven je telkens de drive om door te gaan. En, en elke keer weer met een bepaalde energie voor ze te staan. Ja. En dat maakt het gewoon mooi en leuk. Ja. En ja, dat je telkens weer iets nieuws bedenkt of met plezier naar je pand toe gaat. Om die mensen weer aan de slag te zetten. En gewoon daar energie uit te onttrekken. Ja. Maar ook een bepaalde energie geven. Ja. Ja. Dus het is een wisselwerking, maar het is gewoon leuk. Ja, mooi. Precies hetzelfde heb ik dat. En dat moeten we zo houden. Ja. Nee, maar ik ben gelukkig. Heel goed. Blij. En ik kan alleen zeggen van, lekker doorgaan zo. Nou, maar ook gewoon, ik probeer veel meer mensen te bereiken. Dat ze ook echt het geluk omarmen. Want dat zit soms dichterbij dan verderaf. Ja, zeker. Het is ook niet gekoppeld aan bepaalde doelen of wat dan ook. Nee, geluk is van binnenuit. Ja. En dat moet je gaan leren zien. Ja, En als ze dat zien, dan zie je dat ze ook heel anders... En dan bloeien ze. Juist, allure, stralen. Ja, en dan pas zien ze echt wat het is. Mooi. Hey, ik vond het een leuk gesprek.
Ik ook. Iwan. Iwan. Want anders krijg ik anders krijg ik op mijn kop van voor je. Está bien. Ja. Zie. Hey. Ja. Hij komt al. Hij komt al. Hey, ik ga de mensen natuurlijk ook bedanken. Dat hoort er natuurlijk ook allemaal bij. Vond je het filmpje of de podcast met Iwan Rudan? Vond je die leuk? Even abonneren. Even een likeje doen. En dan zou ik zeggen tot de volgende. Tot de volgende. Iwan, bedankt jongen. Ja, alsjeblieft.